straks wel. Nee, schijnt het wel. Nee, nu wel. Hey, het zijn wat dikke druppen. Ja, het zijn behoorlijke druppen. En het zit aan de stroom. Ja, het stuit het wel wat. Een beetje zo, ja. Het is stevig in de houten. Ah ja, dat zou schelen. Oh, andere kant op mensen. Ja, meestal is rechts om draaien. Ja, ik zit precies verkeerd om tegenaan. Goedemiddag, een avond, sorry. Het is al avond natuurlijk. Ja, het is na zessen. Wij rijden in de buurt. Hij stijgt het een beetje trouwens. En hij heeft niet ook te maken. Hallo Suzanne, ja wij zijn, hallo Monique, wij zijn dit is in de buurt van Emmen. Ja, dan moet je even naar... Oh, ja. Dat staat er nooit. Nee, dat kan wel even. Oh. Wij rijden in de buurt van Emmen, wij zitten tussen Hogeveen en Emmen in. En voor ons zien we hier een bui. Met dus regen ook. Dat zit ook een onweer in. Al eerder was Wiesjaar vandaag live. Die stond in Duitsland. En heeft die mooie bui opgevangen. En wij hebben wat doelloos omgereden. Ja, wij hebben wat rondjes gereden. Maar dan zul jij wel wat horen, denk ik, Ben. Onweer in en om Emmen al eventjes. In en om Emmen, zeg dat het 10 keer achter elkaar. Nee, dat gaan we niet doen, want dat gaat het niet worden. Ik wil even kijken of ik... Het lijkt wat stabieler. Nee, ik rij sneller. Ja, dat zou ook. Ja. Dat klopt dus. Nou, dat valt mee. Dat bleek erg even te kijken. Ik vind het helemaal recht. Maar zoals je wel stuit ervoor. Ja, oké. Okay. Dan gaan we daar maar voor. Los de deed maar even aan de kant. Ja, er zitten om Emmen zitten een aantal onweersbuien. Er zit eentje boven Emmen, eentje onder Emmen en eentje in Duitsland. Tussen Haren en Meppen. Dus het is even kijken waar wij nu koers op gaan zetten. Wat ik al zei, Wiesja die was in Duitsland, die is inmiddels onderweg terug richting Nederland. Die gaat naar het grensplaatsje Twist, was het laatste bericht wat ik van hem kreeg. En wij rijden dus inderdaad de A37. Ja, Hogeveen zul je misschien inderdaad het onweer van Emmen hebben gehoord en inderdaad in Emmen onweer het wat. Ja, wij zijn eigenlijk nog niet helemaal uit wat, welke bui we dan gaan pakken. Maar... Nee, want daar zie je, daar is daar. Ja. Ja, het onweer van vandaag, althans voor het noorden, is veelal puls onweer. Dat wil zeggen dat het in korte tijd kan ontstaan, maar ook in korte tijd weer kan inzakken. Dus de buien die kunnen in een minuut of 10 ontstaan vanuit het niets. En dan kan er ook meteen onweer in zitten. Ja, dat zag ik vandaag. Ja. Een buitje en waterstof onweer. Dus ik denk dat wij gewoon deze weg door gaan volgen. Ja, we waren vandaag al laat. Ja, we waren wat later. Ik moest vanmorgen al werken. En ik vannacht, dus... moet ook nog een keer geslapen worden natuurlijk. Ten noorden van Emmen is het nu door een paar opladingen het geweest. En in de buurt van Klasina Veen. We gaan kijken of we erbij kunnen komen. Ja, die heeft een zwijgzame bui vandaag. Te stil op de achterbank. Ja, nou, ik ben er blij mee hoor.
in, dag uit. Emmen is 13. En Meffen is 38. Ja, eens kijken welke bij Bakker we hebben. Oosterzee, Friesland ook onweer. Ja, dat klopt inderdaad. Daar zit ook. Hier ontstond een randje IJsselmeer. Die is bij Oude Meerdum en bij Lemmer. Maar goed, we denken we gaan even live. Het zijn mooie luchten. We zijn nu iets dichterbij. Kijk, ietsje. Oh, ik kan dat niet. Oh, een beetje op. Ja. En, omdat we nu weer dichterbij zijn, hebben we iets minder zicht op. Lijkt wel regenboog hier naar rechts. Ja, zit een dubbele regenboog boven. Oké, okay. Ik weet niet of dat op de livestream ook te zien is. Misschien wat stond er ook mappen en zo rechtdoor. Na 800 meter nemen we afslag. Er staat nog een beetje. Daar staat nog Emmen, ja. Er zit een bui boven Emmen en bij Klasine Veen. Ik denk de 300 gewoon gaan pakken. Dus dat is gewoon hier met de oude en dan komt hij rechts van ons. Ja. Proberen of Ellen luisteren wil gemaakt. Ellen, schatje. Nieuwe afslag, daarna houd links aan. Ellen, schatje. Na 600 meter, houd links aan. Gelijk met Evenrotte. Nee, Groningen, zoals het nu lijkt, niet. Ellen, schatje. Ik luister. Wis de route. Zo. Ik zag het aan auto voor me. Ja. Ik denk, woed. Hoor man. Nee. Ik ga het niet nog een keer zeggen. Dat zijn voor de eenmalige geluiden, ja. Ja, het is altijd moeilijk te schatten met dit tot onweer, Gerion. Ja, je kan helemaal niks bij gedaan. Nee. Kijk, een mooie regenboog. Ja, een regenboog in beeld. Ja, die draait nu ook het beeld in. Twee, hè? Zit boven ook. Oh ja, daarboven ook nog één. De onderste is wel goed te zien op de livestream. Nou, de bovenste die. Wat meer klap. Tik hem hier even bij. Ja. Rommel, Hogeveen, ja. Dan zul je de bui in Emmen horen, die boven Emmen zit. Nu ook dat de ontlading bij Emmen zelf. Aardig wat mensen uit Emmen hier ook volgens mij op de livestream. Waar gaan jullie naartoe? Wij rijden Meppen eerst even. Richting Meppen in Duitsland. Oeh, dat wordt wel even spannend met de verbinding. Dat hij waarschijnlijk nog op handmatig staat. Wat? Een telefoon? Ja, of heb je hem automatisch? Ik heb nooit problemen met mijn telefoon, toch? Nee. Tablet was dat. Oh ja, dat. En mijn telefoon zet ik altijd automatisch. Dat volgens mij automatisch. Oké. Okay. Ja, dan hopen we dat het goed gaat straks in Duitsland binnen rijden. De beste verbinding. Dat is waar. Ja, het beste netwerk. Ik wacht er al op, ja. Je zit op hetzelfde netwerk, toch? Het schreef bijna nooit veel op weer. Ja, het is... Hier regent het. Er wordt alleen maar meer, zo meteen. Er zijn die dingen rode pitten waar je gaat, hè. Ja. Dat kan wel mooie anders ook doen op een zondagmiddag. Ja, dit is een leuke zondagmiddagbesteding hier, hoor. Ja. Waar rijden wij Duitsland in? Gewoon bij de grens. Lekker makkelijk. Nee, vanaf Klasina Veen. Dat is de A37. In het noorden van het land. Vanaf Zuid-Erika. Zo, daar heeft het echt wel hard, hoor. Ja? Ja. Scherp stelt op de weg zelf. Ja, en dan gaan we wat omhoog. Ik heb nog wel de neiging om scherp te stellen op de druppels op het raam. Jammer. Echt op de weg houden. Ja. En die druppels vind ik niet dermate interessant. En dat moet. Via Antwerpen zou kunnen ook, inderdaad, hoor. Dat klopt. Dat is zo om. Nee. Waar we Duitsland binnen gingen. Je moet rechts voor ons zitten de ontladingen. We rijden nou We rijden oost. Ja. Ellen, schatje.
schatje. Ik luister. 3D-weergave. Er wordt overgeschakeld naar 3D-weergave. Dan ben ik dat kompas. Sorry, wat? Dan ben ik dat kompas. Oh, ja. Ik weet dat die... Nee, Meppel, daar zit momenteel niks meer. Zijn we wel geweest? Ja. Zolang zijn we geweest. Het lijkt zo allemaal op elkaar, hè? We zouden eerst naar Arnhem toe. Doet toch maar niet. Nee, je moet toch wat meer beneden houden, is dat? Ja. Focus. We zijn nog bezig om, als we voortaan live gaan, om dat via laptop met aparte camera's te doen. Alleen dat is nog even in ontwikkeling. Met name met de stroom. Dat de laptop genoeg stroom krijgt. Dus daarna moeten we van alles namelijk aansluiten. De tablet zit op stroom, de telefoons, navigatie, dashcam. Laatst proberen dit groene lampje uit. Ja. Maar mijn accu is ook niet te goed, waarschijnlijk kan het daar. Oh, niet draaien. Niet draaien, want je kijkt wel, het zou wel loslassen. Ja, klopt. Is het... Je staat er nooit niet best op. Nee, hoor. Klopt. Ik sta zo gefocust van heel. Ik ben een poging aan het doen om het scherpstellen te fixen, maar. Moeilijk. Maar dan doe je eerst jezelf een beeld. Ja, dat is niet. Dan doe je een testbeeld, zet je Jan in je beeld. Je hebt alle kleuren. Dat echt een zware onweer heb je niet. Heb je bij je? Oh ja, nee. Ik wel. Oh, ik wat zijn er nou? Nee, heb je hem wel. Denk ik, kom maar anders voor. Zit de verwarming iets hoger, hoor. Of nog koekjes bakken? Nog koekjes bakken? Nee. Ja, die zit met een kleed, met een tafelkleed zit ze achterop. Ja, die airco is koud. Ik heb er geen last van. Ja, jij hebt er eerder last van. Daar moeten we rekening mee houden. Ik heb er gewoon geen last van. Wat Oh, lekker. Moet wel niet smakken. Erwin, onweer. En
En dit is voor ons enigszins in de buurt. Duitsland. Hey, Frits. Oh. Dat is een Frits voor ons. Zo Duitsland in, dus het is even kijken wat de verbinding gaat doen. Ik wil even zwaaien in hier op de foto. Oh ja. Ja. Ik vind het allemaal uit, ja. Ja. Dan ben je gek. Oh, mooi stik, man. Oh, mooie lijntjes, hoor. Ja. Ah, je kan je berichtje nog lezen, dus de verbinding is nog niet uit. Ja, wat goed is dan? Weer Frits? Dan moet hij wel blijven, anders moet hij soms even netwerken zoeken. Ja. Voor het geval we... Het geval raken. Ja, dat ook. Voor het geval we wegvallen, wees gerust, we komen terug. Maar ik denk dat het eerst wel even goed gaat. Oh. Mijn telefoon is een beetje in de war. Dit voor jou is gelijk, hè? Geen service, ik heb geen service meer. Ik weet het niet, maar ik zie het zo. Denk ik wel, ik zie de reacties. Ja. Ja, ik heb meteen stil van... Geluid weg en beeld stil. Ik denk dat we gewisseld zijn nu. Ik wil op Duits webwerk zitten. Geluid en beeld stil. Zie je wel allemaal Duitse reacties? Nee. Wat nee? Nou, oh, wacht. Dus, het bericht komt allemaal langzaam binnen. Ja, dat alles nu... Morgen, dat is in Drenthe, toch? Yep. Op je nee, verbinding maken. Dan zou... Moest we hier eraf dan? Oh. Tenminste, nee, zag ik daar staan. Daar ging, ja, daar ging die chat heen. Nee, je ging heen. Opnieuw verbinding, ja. Controleren. Ja, en ik denk aan de gewoon live. Ah, ik weet het niet. Er wordt niks nou. Kunnen jullie even 1, 2, 3 typen en als jullie ons nog horen? Dan kunnen wij dat ook zien. Wat zei je? Scherp. Dat is ook een reactie, is goed. Meteen. Ja. Gaat los hier, zwaar onweer, regen halen. Oh, dat is in Emmen dan. Nou, hopen dat. Nou, omdat ze hierheen komen. Hij kijk, daar zit dan wat, dat is bij Emmen nu, daar en daar. Dus een... We rijden nu op 2 van de 3 af. Ja, als we hier ergens diep buiten, daar, dat is dan dit, of nee? Daar gaan we richting Zwift. Kijk, ja, dat kan ik voor de eerste keer nog zijn, al met 7-3. Volgens mij hebben we weer verbinding, mensen. Ja, het komt allemaal binnen. Nou, jij bent af, Dave. Ja, jij bent 1, 2, 3, 4, 5. Wat gaan we doen? Rechtdoor of... Daar is het. Frits. Gaan we rechtdoor pakken. 1, 2, 6 zit er nog. Maar dat is al leuk. Maar het is een grote weg, hè. Nou is het 23. Waar is dit? Dus ik weet niet of... Oh, er komt weer van alles binnen. Ja. Hier ga je en die buis zit meer daar rechts, hè? Ja. Ik weet niet waar je dan heen gaat. Ik ook niet. Oh, daar komt iemand anders op.